Ik ben Freek Heuger, schaapherder in dienst van Stichting Drents Landschap. Ik beheer de kudde van het Heikenveld. Dat is een grote kudde van 350 schone bekers. Maar buiten dat veld hebben we ook nog een zevental buitentreinen, waaronder het Drouwende Zand. We bevinden ons nu op Drouwende Zand. Drouwende Zand is ongeveer eigendom van de stichting sinds 1974. Toen zij het kregen, toen was het grotendeels bos. Het is nou een van de laatste actieve zandverstuivingen van Drenthe. Drents Heidenschap is het oudste Nederlandse ras. Drents Heidenschap hebben we hier op de zandverstuivingen lopen omdat die gewoon bikkelhard zijn. En waar een schone beker gras nodig heeft, kan een Drents Heidenschap overleven op de schrale heidegronden die hier zijn. Schaap is een dier wat knabbelt aan de heide, dus je houdt ook een stukje verjonging in je heide. Nou, en het aantal schapen is afgemeten aan de oppervlakte van het veld. We zijn nu bij het vanghok van Drouwende Zand. We hebben net de schapen op het veld gevangen. Eind maart moet deze koppen lammeren. Wat wij nou doen uit voorzorg is behandelen tegen maren. Dan geven ze een behandeling met een middel. Dat 3 weken nodig om in te werken. En dan ben je eigenlijk het hele jaar rond marenvrij.